De meeste gevallen van femicide, oftewel vrouwenmoord in Suriname, gebeuren in de relationele sfeer. Dit zegt rechtsgeleerde Isaura Morsen. Ze hield gisteren een presentatie bij de paneldiscussie over de wet strafbaarstelling, belaging en femicide. De discussie is gehouden in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De jurist deelde haar onderzoeksresultaten met betrekking tot de moord op vrouwen in Suriname. Ja, er zijn verschillende vormen van stalking of belaging, maar de meest voorkomende soort zijn de daders uit op wraak. Vaak wil de stalker het slachtoffer in zijn greep houden door het slachtoffer te bespieden, dus overal gaan kijken waar de persoon is, hier, daar, overal, en of voortdurend angst aanjagen. Dit komt vooral voor na een afgebroken relatie. Uit onderzoek is gebleken dat femicide, mijn eigen onderzoek hoor, mensen. Uit onderzoek is gebleken dat femicide in Suriname voor een groot deel voorkomt bij ex-partners. Alvorens wordt overgaan tot een daadfemicide, is er vaker sprake geweest van huiselijk geweld, waaronder belaging. Handelingen van belaging worden vaak voorafgaand femicide gepleegd en kunnen dienen als een indicatie dat het slachtoffer niet veilig is. Morsen zegt dat het de taak van orde- en wethandhavers is om gedurende de fase van belaging te zorgen voor de veiligheid van de potentiële slachtoffers. De wetenschapper stelt dat femicide een vergaand gevolg is van belaging dat niet op tijd wordt aangepakt door de justitie. Volgens Morsen is er weinig bekend over de wet strafbaarstelling, belaging en femicide. Over het algemeen is er weinig bekendheid over de wet strafbaarstelling belaging in Suriname. Binnen zowel het overheidsapparaat als de rest van de samenleving. En ook binnen de groep die bekend is met de wet strafbaarstelling belaging, heerst er een zekere mate onvoldoende kennis en informatie over de omvang en werking van de wet. Op basis van ons onderzoek hebben we een aanbeveling gedaan, een zeer krachtige aanbeveling. Met het oog op de resultaten van het assessment richt de Stichting Between the Lines en Women's Rights Center de volgende aanbeveling aan de beleidsmakers, zeker de regering van Suriname. Onze aanbeveling was om meer bekendheid te geven aan de wet strafbaarstelling belaging aan zowel wetsdienaren, beroepsambtenaren als de gehele samenleving door middel van folders, social media campagnes en etc. Voorlichtingsactiviteiten zoals deze en versimpel de uitleg van de wet in een taal die voor elke burger te begrijpen is. Het doel van de discussie was om kritisch te kijken naar de effectiviteit en het belang van de wet belaging en femicide. Morsen gaf aan dat de organisaties Women's Rights Center en Stichting Between the Lines vooral de bewustwording willen aanwakkeren.